Hoi groep 7, we gaan door met de talige instructie van donderdag 4 februari. En ik ga even bijzitten, want op het bord staat wat we vandaag gaan oefenen. Je weet dat we deze week een herhalingsweek hebben en dat de instructiefilmpjes dus echt wel een stukje korter zijn. Nou, volgende week gaan we samen weer aan de slag met nieuwe dingen, nieuwe doelen enzovoorts. Nou, vandaag staat op het programma het kopieerblad van les 9, dus de laatste van deze week. En je gaat aan de slag bij spelling met bloon en les 15a en 15b in je werkboek. Gaan we als eerste even kijken naar les 9 van de kopieerbladen van taal. Daar ging het over de apostrof. Nou, dit moeten we weten. De apostrof is een leesteken, een komma bovenaan de schrijfregel. Wanneer schrijf je? Nou, dit klinkt een beetje moeilijker dan wat het is, maar lees hem maar even mee. Je schrijft hem op 4 verschillende manieren. Bijvoorbeeld ter vervanging van een paar letters. Zo een jongen kun je ook zeggen als zo'n jongen. Des middags schrijf je als smiddags. En sommige plaatsnamen kun je vervangen. Bijvoorbeeld Amsterdam is Adam. 2. Bij sommige bezitsvormen. Bijvoorbeeld de vader van Nina is Nina's vader. Dus dan schrijf je ook een komma S. Bij sommige meervouden. Dus bijvoorbeeld een baby. Baby's schrijf je met komma S. En sommige letterwoorden zoals cd'tje. PSV'er en A4'tje. Dat kun je ook met een apostrof schrijven. Nou, bij opdracht 1 ga je de vetgedrukte woorden schrijven zonder apostrof. Dus je ziet daar die apostrof staan, maar je schrijft op hoe het in het echt klinkt zonder die apostrof. Bij 2, hoe is de apostrof gebruikt? Dan ga je een van de mogelijkheden kiezen die je ziet staan bij de instapkaart. Had het nou te maken met een aantal vervangen van een aantal letters? Met een bezitsvorm, meervoud of een letterwoord zoals cd'tje. Zet steeds bij het goede nummer een kruisje. Voorbeeld, Otto heeft een cd'tje gemaakt. Cd'tje is dus een letterwoord en daarom hebben ze daar een kruisje gezet bij 4. Ook bij opdracht 3 ga je de apostrof gebruiken. Ga je kijken welke opties ze hebben gekozen en dan schrijf je dus steeds het goede getal bij. Nou, het is niet heel veel werk, dat heb je ook eigenlijk gewoon in maximaal 10 minuutjes klaar. Dat is de opdracht van taal voor vandaag. Stuur mij daar ook even een foto van. Ik ga nu nog met jullie meekijken naar spelling. En dan zouden we het gaan hebben over les 15. Pak les 15 er maar even bij. In je werkboek. En dat was de laatste bladzijde waar we allemaal dingen herhalen van werkwoordspelling. Maar ook een andere afspraak. En het ging vandaag om woorden met iaal, ieel en uweel. Lees voor jezelf die instapkaarten even goed door. En maak dan bij allebei de bladzijdes 1, 2 en 3 staropdrachten. Dat moet echt wel lukken. Kijk misschien nog even terug naar een aantal oude lessen. Dan moet je deze opdrachten echt wel zonder hulp kunnen maken. Dus deze bladzijdes maak je en ook daar stuur je even een foto van. En als laatste ga je nog aan de slag met een kwartiertje bloon. Dan heb ik voor morgen voor jullie een verrassing, want morgen staat er echt wel minder werk op het programma. Nou, heel veel succes en ik spreek jullie later weer voor de instructie van begrijpend lezen samen met groep 8. Succes, zet hem op en tot later. Doei doei!